De Bruin, het heeft helemaal geen zin om daar nu heen te gaan. Alles is afgezet. We zijn bezig met het sporenonderzoek. Voetstappen, de hele club wordt uitgekampt. Ja, maar ik moet daar nu toch zijn? Ik begrijp dat u dat wilt, maar wij willen u eerst wat vragen stellen. We hebben inmiddels van collega's begrepen dat de entree aardig beschadigd is door de explosie. Nou, ik moet daar nu naartoe. Kim! 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 Mevrouw de Bruin, blijft u kalm. Kim! Kim, ben jij Tess en Sam naar school brengen? Komt goed, mam. Kunnen we in de tuin even verder praten? In de tuin? Of ergens anders waar het iets meer privé is? Ja, oké, kom maar. Dit is de kamer van mijn oudste dochter, vaste kamer. Ze is een half jaar geleden gaan studeren. Een slimme meid dus. Ja, nou, daar hadden we er meer van mogen hebben in de familie. Goed, u bent uw man 2 jaar geleden verloren. Goed. Waarom had ik al zo'n vermoeden dat jullie daar weer over zouden beginnen? Wie kan dit hebben gedaan, mevrouw de Bruin? Had u schulden? Zo'n ding wordt niet voor niets op uw stoep gelegd. Mevrouw de Bruin. Oké. Ik maak elke maand 2000 euro over. Naar wie? Kijk, iedereen daar in de horeca heeft er last van, hoor. Protectie. Mevrouw de Bruin, naar wie? Weet ik veel. Naar een of ander bitcoin-account. Met de naam Walrus. En hoe lang doet u dat al? Een jaar? Nee, 14 maanden. Je krijgt op een gegeven moment gewoon een anoniem briefje waarop staat wat er gebeurt als je niet betaalt. Dan hoor je het een en ander in de buurt. Dus tuurlijk ga je betalen omdat je bang bent. Maar bij u is een handgranaat op de stoep gelegd. Dus u bent ermee gestopt. Ja, wat zal ik zeggen? Typisch gevalletje van boem. Zeg dat wel. Zijn er camerabeelden? Ja, wel van de explosie. Maar niet echt geschikt voor de kleinste onder ons. Gisteravond heeft er iemand om 23:40 heel nuttig iets voor de camera gehangen. Hm. Geen amateurs dus? Nee, en het hele zaakje is weggeblazen. Dus het zal nog een hele tour worden om iets te vinden waar we wat aan hebben. Maurice! Hè? Huh? Dank je, Carlo. Ah! Nou, hier is in ieder geval niks aan de hand. Cocktailtje? Sex on the beach? You nasty girl! Hallo? Politie! Maak jezelf kenbaar. Stop, politie.